Een opmerkelijke actie in Hendrik Ido Ambacht. Daar nemen bewoners het op voor hun pakketbezorger. De man werkt als ZZP'er voor PostNL, maar een ruzie over tarieven lijkt daar een eind aan te maken. Tot verdriet van de buurt die een pakketbezorger niet kwijt wil. Goedemiddag, de buiten weer binnen. Een groet hier, een handgebaar daar. Abdedouz is een vertrouwd gezicht in deze nieuwbouwwijk. 5 lange dagen per week bezorgt hij aan huis. Ik heb er vandaag niet zoveel, maar 245 pakketten. Dinsdag zie ik zeker 100, 150 meer. Vaak heeft hij amper tijd om te lunchen. Maar Ab klaagt niet. Hij is ZZP'er en wordt betaald per afgeleverd pakketje. Maar nu heeft hij ruzie met zijn opdrachtgever, PostNL. Ze willen een kwart van mijn wijk eraf halen. En voor de restant dat overblijft, willen ze mijn tarief brengen met terugbrengen van iets van mijn 18%. Dus er gaat een flink hap uit mijn inkomen. En daar weig ik voor te tekenen. In de wijk worden meer en meer pakketten bezorgd. Waarschijnlijk te veel voor één bezorger. PostNL en Ab komen er samen niet uit. En eind november wil PostNL stoppen met Ab. Wijkbewoners zijn op Facebook, WhatsApp en op straat een actie gestart om Ab te behouden. Nou, en nu was de vraag of u misschien ook een handtekening wilt zetten. Ja, dat wil ik wel. Nou, heel graag. Honderden likes en handtekeningen, die zijn al binnen. Het is een hele aardige, nette, fatsoenlijke man. En zo'n man die verdient het om gewoon op handen gedragen te worden in plaats van zo afgeserveerd te worden. Goedemiddag, hallo. Ab kon in dienst komen bij PostNL, maar weigerde dat. Hij zou dan minder betaald krijgen dan als zelfstandige. Waarom niet in dienst gaan bij PostNL? Nou, ik vind het... ik ben liever ZZP'er, om het zo maar te houden. Ja. Maar dan krijg je dit soort situaties. Ja, maar ligt niet mij, ligt de PostNL. Volgens vakbond FNV zijn er veel meer gevallen zoals Ab. ZZP'ers die aan de kant geschoven worden als ze niet akkoord gaan met een verslechterd contract van PostNL. Op het moment dat het bedrijf zegt van nou, omdat u het tarief niet accepteert, willen wij van u af. Bij een werknemer gaat dat niet zomaar en bij een ZZP'er kan dat wel. Die kun je er zo uitgooien eigenlijk. PostNL zegt dat er vaak en lang met Ab is gesproken en dat beide partijen er gewoon niet uitkomen. En dat de samenwerking dan dus ophoudt.